Normale verdeling. Een normale verdeling is een symmetrische verdeling waarbij de mediaan, de modus en het gemiddelde op dezelfde plek liggen. Veel verdelingen zien er ongeveer uit als een normale verdeling. Een normale verdeling ziet er zo uit als op het plaatje. Het gemiddelde wordt in een normale verdeling vaak aangegeven door de letter. De totale oppervlakte onder de kromme stelt alle getallen voor die in de populatie voorkomen. Dit is dus 100%. Zoals je in het plaatje hieronder ziet, liggen de meeste gevallen in het middelste donkere stuk. De grenzen van het stuk liggen één standaard differentiatie van het gemiddelde af. Als je niet meer helemaal weet hoe je de standaard differentiatie moet uitrekenen, dan kun je hier kijken. Bij een normale verdeling ligt ongeveer 68% van de gevallen één standaardafwijking of minder van het gemiddelde af. Bij twee standaard differentiaties is dat ongeveer 95%. De twee belangrijkste regels die je moet onthouden zijn: 68% van de waarnemingen ligt tussen, 95% van de waarnemingen ligt tussen. En deze afspraken kun je ook verschillende percentages berekenen van elk stuk. Deze staan hieronder in de afbeelding aangegeven. Via de app, kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.